eerste wat mij eigenlijk opviel toen ik de hallen inkwam en wat stands bezocht, waren met name dat we naar robots toe gaan die voice gestuurd gaan worden. Ik zag wel dat het nog niet werkte, maar dat was eigenlijk het voornaamste wat me opviel, is dat die transitie eraan gaan komen, dat we kunnen gaan spreken tegen die robotarmen. En daarmee de robots kunnen gaan bedienen. Dus ik denk dat het de volgende stap gaat zijn voor de cobots, dat we die richting op gaan. Ik verwacht wel dat het nog wel een jaartje of 5 nodig heeft. Maar als we dat gaan combineren met wat we nu actueel zien, wat hot is met ChatGTP, denk ik dat wel een bepaalde vlucht kan gaan nemen. Ja. Ja, want een van de thema's die ook de messen aangeeft is artificial intelligence, de integratie van robots en AI. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nog verschillend eigenlijk. Net ook een gesprek gehad met EU Robotics daarover. Er is ook weer een overkoepelend EDRA-project wat erover gaat. Gisteren ook tijdens een diner met wat mensen vanuit de Universiteit Delft en de Technische Universiteit uit Amsterdam erover gehad. Het stukje AI is dan niet zo makkelijk voor de robotica. Het moet nog in de robotica zelf geadopteerd gaan worden. En dat is wat anders dan tekst wat je kunt gaan opzoeken. Die robot heeft te maken met een omgeving. En daar moet je toch veel meer voor gaan trainen en modellen gaan opzetten. Want tekst kan je terugvinden en modellen nog niet. Dus dat heeft nog wel wat tijd nodig om stappen te zetten. Maar daar moeten we ook met z'n allen samen naar gaan kijken. Want het heeft ook een stukje als maatschappij, hoe ver willen we dat laten gaan?